En ik ga aan jullie voorstellen Anne van der Schoot, Jelke van den Broek, Lonneke Heesemans, Kim Dijkmans, Estelle van Inge, Indy de Leij en last but not least Isa van der Velde. Ik zal een BMX en we gaan eens kijken naar Van der Velde en Indy Leij wat hier gaat gebeuren met die tweetjes, want die zijn wel aan elkaar gewaakt. Maar het dan toch vaak Van der Velde is dan weer het ietsje sneller is, lijkt het hier ook weer zo te zijn met die hole shot. Hier gaat er twee, hier gaat er dan op drie komen, want daar zien we toch wel een mooie strijd tussen Maren en dus de plakpunten. Zo vooralsnog is het in ieder geval Kim Dijkmans op die derde positie en heeft ze dan een stok met de 208 van Estelle van Inge. Isa van der Velde, ja, die is los, die is het hele seizoen al los. Ik zie alleen maar 78 puntjes achter die naam staan en ik zie ook waarom? Ze is gewoon lekker snel, lekker vlot, kent de techniek en is gewoon goed weg. De 461 is dat ook hoor. Jawel, met Indy de Leij op die mooie tweede positie, derde positie nogmaals voor Kim Dijkmans. En dat zijn denk ik de nummers 1, 2 en 3 vandaag hier in de finale van de Girls 7 en 8 jaar.